Hoe groot is dan dat probleem van antibiotica-resistente bacteriën? Het is een wereldwijd probleem. Het is een toenemend probleem. En het probleem is groot omdat antibiotica levensnoodzakelijk zijn in de moderne geneeskunde. Er is het wereldwijde en toenemende probleem van antimicrobiële resistentie. Het is daarom belangrijk dat antibiotica goed gebruikt worden. Ja, er worden te veel antibiotica voorgeschreven in België. Dat de MFO er zou kunnen aan bijdragen dat er meer rationeel voorgeschreven wordt en vooral ook een beetje minder. In het MFO antibiotica zullen we ons baseren op enerzijds de nieuwe antibiotica-gids die recent online beschikbaar is geworden en anderzijds een bewezen kosteneffectieve interventie op de langere termijn. Voor de huisarts is het voordeel en voor de apotheker is het voordeel dat hij dan toch wel, hopen wij, wat beter zicht zal krijgen op de problematiek, maar ook vooral wat zal leren over hoe kan je dat wel op een rationele manier omgaan met die antibiotica. Ik heb toch heel veel bijgeleerd. Dat was ook mijn eerste overleg met apothekers erbij, wat ik ook echt super leerzaam vond. Ik heb bij mijn leeragenda sowieso nog aangeduid van dat ik toch zeker de richtlijn nog even moet doornemen. Of eigenlijk gewoon volledig de Babcock van 2019. Omdat het toch echt wel wat verschillend is. Hè. Andere dosages, langere duur, ander middel gewoon. Hè. En zeker minder quinolones. Hè. Ik heb daar ook zelf al ervaringen mee om MFO's te organiseren. Daaruit is al enorm veel meerwaarde gebleken. Onder andere die van chronische nierinsufficiëntie. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat bij antibiotica ook het geval kan zijn.